Anouk Dekker, vandaag stond Montpellier in de finale van de Franse beker. Lyon tegen Montpellier. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Heel zenuwachtig. Vooral als je niet kan spelen, dan is het voor mij persoonlijk heel stressvol op de tribune. Hoe is het gelopen het eerste halfjaar bij Montpellier voor jou? Je bent goed begonnen, de wedstrijd tegen PSG denk ik. Ja, dat klopt. Ik heb in het begin gespeeld en mijn goal is ook meegepikt voor in de beker. Daarnaast raakte ik helaas geblesseerd en toen moesten we risico nemen twee weken daarna. En ja, toen heb ik het weer gevoeld, iets in mijn hamstring. En sindsdien lig ik eruit. Dus dat is wel zonde, dat is wel een smetje op dit eerste mooie halfjaar. Ja. Spreek je al een beetje Frans ondertussen? Verstaan gaat redelijk goed. Ik heb Franse les. Ik kan het een beetje spreken, maar dat komt nog wel goed, denk ik, als ik hier langer ben. Ja. En hoe zie je het vervolg? Want volgende week moet Montpellier opnieuw tegen Lyon. Misschien dan een revanche? Ja, ik denk dat iedereen wel revanchegevoelens heeft. En je hebt gezien ook vandaag, het is mogelijk. Dus ik hoop dat we de competitie met een goed resultaat kunnen afsluiten. Ja. Het was wel een mooi doelpunt, hè? Het beslissende doelpunt van Nisip. Ja, je weet dat ze dat kan en volgens mij zat hij mooi in de kruising. En dan is daar helaas niks aan te doen, ook niet als je een goede keeper in de goal hebt staan. Dus helaas voor ons. Oké, dankjewel. Veel succes voor het vervolg. Ja, graag gedaan. Dank je.